De warmtevisie van Kamp stelt één ding centraal. We moeten verduurzamen in Nederland. Dat hebben we in Europees verband afgesproken. En om die doelstelling te halen moeten we ook in de warmtesector verduurzamen. En moeten we eigenlijk slim warmte die we nu al uitstoten inzetten voor warmtevoorziening. Ik denk dat daar een buzzword gaat zijn, een open net, een open warmtenet. Op dit moment hebben we eigenlijk een gesloten systeem. De warmtewet zegt voor de huishoudens, voor de kleine afnemers, moet warmte betaalbaar zijn en betrouwbaar. Het warmtebedrijf is een groot bedrijf en dat is gereguleerd, dat heeft een sterke positie. Huishouden heeft dat niet. De warmtewet probeert balans tussen die twee blokken te creëren door te zorgen dat de tarieven gemaximeerd worden. Wat de warmtewet niet doet, is een platform creëren voor nieuwe duurzame productie van warmte en anderszins slimme gebruik van restwarmte. Om dat te creëren heb je eigenlijk een keten nodig die gereguleerd is. Dat zou kunnen door een open net waarin je eigenlijk heel kort zegt, in eerste plaats iedereen die aan voorwaarden voldoet, bepaalde temperatuuroutput, die mag warmte produceren in een net stoppen. En wat je in de toekomst zou kunnen hebben is dat bijvoorbeeld ook op één net meerdere leveranciers van warmte gaan optreden. Net zoals je dat eigenlijk ook al hebt in de elektriciteits- en gassector. Ik zie daar een hele belangrijke functie, zeker in Nederland, om onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Zijn nogal pittig. Dat zien we. We moeten in 2020 20% energie besparen, 20% duurzame energie bereiken, 20% CO2-emissiereductie realiseren. Ga er maar aan staan. Warmte is voor de komende jaren een hele effectieve bron om die doelstellingen te halen. En die doelstellingen worden nog veel strenger richting 2050. En dan denk ik dat je veel simpeler vanuit warmte die overal ontstaat, waar bedrijvigheid is, vanuit die warmte die er toch al is, energie voor huishoudens en gebouwen kan putten, dan dat je daarvoor eerst elektriciteit gaat produceren. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor de toekomst. Zeker voor ons drukke en bedrijvige Nederland. Dat is heel belangrijk, denk ik, om samen te komen, om samen te onderzoeken, met elkaar te discussiëren hoe die warmtesector eruit moet komen te zien. Hè, we hebben nu een warmtesector die gericht is op de afnemer en die de tarieven reguleert vooral. Dus hele beperkte regulering. Als je een open net wilt hebben, dan zul je met elkaar moeten bespreken hoe dat open net eruit zou moeten komen te zien. En waar kan je dat beter doen dan tijdens een seminar waar je nog niet door allemaal wetten en regels in bedwang wordt gehouden.